Nou, we staan bij Cineac Noord voor de deur in de Agniesestraat in Rotterdam. Onze goede vriend Karel van Cineac Feyenoord van vroeger kwam langs. Karel, hoe gaat het? Hallo, het gaat heel goed met mij. Alleen weet ik niet goed wat ik moet doen sinds Cineac Feyenoord weg is. Ja, maar dat is dus sinds 1 januari. Ik verveel me nog een beetje af en toe. Oké, maar jouw kennende verzin je wel wat? Er komt wel wat. Ik ga binnenkort waarschijnlijk, tenminste over een half jaar of zo, met Sako naar Bali en naar Java. En dan zien we wel. Ja. Want jij bent vandaag, jullie zijn samen 140 of niet? 141. 141? Ja. Jeetje. 42. Hoe oud ben je? Ik ben 70 nu. 70. En jij bent 71? Ja, 71. Dan zijn jullie echt de oudste knarren van Cineac TV, hoor. Ja. Sako, Karel die vertelde, jij hebt een film gemaakt. Ja, ik heb een film gemaakt. In een week was ik in Java geweest. En dan in een week ook geëdit met de hulp van een paar jongens. Okay. Personeel van mijn jonge broer. En wat is de bedoeling van de film? Ja, de bedoeling natuurlijk dat ik graag wil delen met het publiek. Zoals ik ook droom om ooit een film te maken. Ja. Ik heb zoveel footage in India gemaakt, in Indonesië, zelfs China. Maar ik kan niet editen. Nee. Dus dat is mijn euvel. Ja, ja. Maar nu, zie je, connecties is ook belangrijk. Ja. Heb ik connectie, weer Karel. Ja, en dan kom je bij mij en dat schiet ook niet echt op, hoor. Nou, je kan nooit weten. Nee. Huh? Even kijken, je hebt een film gemaakt, hij is gedeeltelijk geëdit. Jij zei dat hij nog een beetje slordig is. Ja. Dus dat moet nog wat mooier. En dan moet hij natuurlijk worden uitgezonden bij het Internationale Filmfestival van Rotterdam, vind je niet? Ja, ik heb al aangeboden en toen was er een zeker Robert die zei, stuur maar via e-mail. En toen zei ik, ik ben ouderwets. Ja. Ik ben niet goed in e-mail en zo. Kan ik persoonlijk langskomen met de DVD? Ja, okay. En hij heeft toen geaccepteerd en zou die naar de commissie sturen. Maar het hangt nu af van hun. En nu gaan we proberen om een beetje druk te zetten op de mensen van het Internationaal Filmfestival. Wij zijn allemaal fan van het IFFR. Ik ben van de week zelfs boos geweest, omdat terwijl ik in allemaal registers sta dat ik niet gebeld wil worden, werd ik gebeld door het IFFR van wil je alsjeblieft ons steunen? Nou, wij gaan jullie pas steunen, we gaan pas meedoen als die film van Sako vertoond gaat worden. Eerder doen we dat niet. Oh, we komen toch wel naar die films, want die vinden we hartstikke interessant. Nee, maar we willen toch wel... Je hebt nog niet gezien. Ja. Nou. En wat we nu ook gaan doen is dat we krijgen nu een stukje van jouw film te zien. Okay. En dan hebben we een wereldprimeur, of niet? Oké. Okay. Goed. Ja. Gaan we nu een stukje eruit halen. Okay. Het gaat regenen, we gaan er winnen.